Goedenavond, ik ben Errol Sever in Make-up Artist. En vanavond zijn we hier in Beverwijk voor het Kennemer Theater staan we. Waar Rutja Kot straks een optreden heeft voor een kleine 400 man. En ik ben hier om haar make-up te doen. Ik zou zeggen, ga mee naar binnen en kijk lekker mee. Precies. Precies er nog niet. Maar de spulletjes kan ik gewoon laten staan. Ja. En dan sta ik het zo meteen. 6 uur is het zo. Superleuk. Ja, maar om 6 uur begin ik met jou. Oké. Okay. Ja, ja, is ja, het ja. Goed? Ja, prima. We kunnen nu een hapje eten als je dat wil. Ja, we gaan even een hapje eten en dan... Dan is het kanaal, maar dan moet ik me focussen precies. Op mijn teksten en alles. Ja. Ik heb heel veel informatie binnengekregen, dus dat moeten we eerst geregeld hebben. Ik geloof je ja? Meteen. Ja. Dus, ja. Ga even mee. Ga even mee. Ik loop met je mee. Hapje eten. Ik ga nu naar achter wat spullen klaarzetten. Rut gaat de stem opwarmen. Dan komt ze en dan zet ik er mooi in de make-up. Straks even een beetje rust om daar gaat de teksten heen te gaan. Ja. Dan mag je ontspannen je ogen sluiten. Dan gaan we beginnen met een beetje charge water. Dat voelt lekker. Dat moet de huid ook een boost geven. Die moet dan ook hebben, hè? Die hebben jullie ook. Die hebben wij ook, ja. Ja? En kan je ons vertellen waar deze show over gaat, in het kort? Nou, deze show, wat is het? Ja. De show is een Nederlandstalige show. Ik heb voorheen heb ik een paar uitstapjes gemaakt. Door de show, ik was door Albert Linde gevraagd om Billie Holiday te doen, de musical. Ja. Dat is voor het publiek ook anders geweest om mij in zo'n rol te zien. En daarna heb ik A Lady on Stage gedaan. A Lady on Stage, mocht ik in elkaar zetten met het idee van Albert Verlinde trouwens. Ja. Maak nou een show met mensen die jou hebben geïnspireerd. Leuk. He, dat was heel makkelijk. Dus dan kon ik, dat waren er zoveel dat de helft heb ik niet eens kunnen noemen in het programma. Maar dat is een heel mooi programma geworden. Daarvoor was het Simply the Best. Nou, ja. Ook over de legendes, de grote legendes, ja. De grote zwarte Tina vrouwen. Ja, Franklin. Een ode aan hun te brengen. Nou, dat waren leuke dingen. Dus dat heeft het publiek allemaal aangehoord. En nu was het verzoek. We willen Rut terug. Ik wou net zeggen, we willen gewoon Rut horen. Ja, we willen Rut Nederlandstalig, weet je. Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk, want het is voor mij nog veel makkelijker als al die Engelse dingen instuderen. En dit zijn mijn eigen liedjes. Dus het is heel makkelijk. This is Mr. Barry Stevens. Hello. How are you? We zijn ermee opgegroeid, hè? Ja, oh, echt waar. Ja, ja, ja. Waar nou, was ik dan? Ik zei het net nog heel zacht zo. Toen ik voor ons liep, nee, dat is hou de ogen maar open. Ja, mag je gewoon naar jezelf kijken in de spiegel zien. Wat heerlijk dat je deze twee heerlijke mannen bij je hebt. Echt, hè? Is dat even verwennerij? Wat een verwennerij. Heerlijk. Ja, maar dat is ook een fantastische vrouw. Dat is mijn alle liefde. Kijk, dat ja, ik vind het echt gezellig. Dus. Wat vind je van de kleuren, de vorm, tot dusver? Mooi. Ik vertrouw op jou, blind. Hebben jullie dat, gehoord? Ze vertrouwt Errol blindelings met de make-up. Echt wel. Ga je nou blozen, Errol? Sowieso. Had hij niet zo goed moeten zijn. wat fijn. Fijn om terug te zijn. Oh, fijn. Ik zeg het alleen omdat ik dacht, ik heb gelezen. Rutja Kot maakt comeback. Comeback. Dus waarschijnlijk moet ik terugkomen ergens van iets. Nee, waarschijnlijk moet ik terugkomen. Blijkbaar van iets. Blijkbaar moet ik terugkomen van iets. Yo man, ik ben Prince J. Ik ben hairstylist. Celebrity hairstylist. Ja, dat eigenlijk een beetje. Ik ben hier vanavond voor Rutja Kot. Voor een nieuwe tour. Ja, ik ga wat jij ik ben heel erg excited erover. Ik ben laatst gevraagd ervoor dus. Dus een kort dagje, maar ik heb het kunnen fixen. Dus ik heb een brand nieuwe pruik voor haar kunnen maken. En ja, ik heb er zin in. Wat vind je van de make-up tot nu toe? Prachtig. Kijk, ze komt tot leven, hè.
Ineens komt de ster naar boven. Moet jij eens opletten straks. Als die wimpers erop gaan. Ho! Auw! Waar zouden we zijn? Laat me voor mezelf spreken. Waar zou ik zijn zonder make-up? Mensen gaan zo allemaal voorbij overdag hoor. Want ik zie het er niet uit. Maar echt nou, totaal niet. Want eigenlijk hou ik niet van make-up, hè. Helemaal niet? Nee, het is voor mijn werk. Ik doe het voor mijn werk. Ja, als ik Rut tegenkom, dan heeft ze geen make-up op. Echt, hè? Geen maar make-up. Mensen herkennen je ook. Nee. Ja, dat is klaar. Die fan die helemaal ondersteboven. Ze herkennen me vaak als ik begin te praten. Ja. Maar ze gaan normaal gewoon aan voorbij, hoor. Hé? Oh, wat is dat? Bent u... je zou het niet zeggen. Helaas, ja, ik ben het. Komt eraan. Jullie lachen er toe, hoop ik, hè? Tuurlijk. Jawel. Alvast een opzetje. Ze glimlacht alleen, ze zegt niks. Enigste wat ik denk... genieten? Je bent yummy! Het scheelt voor 20 jaar, hoor. Ja, dit is Roy Julien, mijn choreograaf. Julien. Ik zeg steeds Julien, ja. Julien. Roy Julien. Ik heb zo gehoord als Julien, hè. Dat weet Nederland. Ik heb Roy gevraagd omdat ik vind hem zo fantastisch met de mooie choreografie die hij maakt. En ik dacht, als ik ooit de kans krijg om weer met een choreograaf te werken, dan is hij de eerste die ik bellen ga. En toen kreeg ik de kans om dit programma te maken, toen dacht ik, ik moet Roy even spreken. Weet je? Ik heb dingen gezien van hem, dat is echt unbelievable. Zo mooi. Keer op keer. Make-up en het haar afgerond. Ja man. Mooie kapsel heeft Prinsie neergezet. Het totaalplaatje is fenomenaal. Nu wachten we totdat onze eigen Nederlandse diva in de kleding is gehezen. Dan komt ze terug, dan tweaken we de look. Ik heb make-up, Prinsie het haar. Precies. En dan kan ze de bühne op. Ja, ja, wij zijn blij. Super tof. En wat ben jij goed met haar, zeg ik. Hey, thanks man. Ja, ik doe mijn best. Jij ook man. Dank je. Nee, we doen beide ons best dus. En je ziet ons zo terug. Alright, kom maar. Hey Rut, we wilden jou in ieder geval bedanken voor deze mooie mogelijkheid. Nee, graag gedaan. Maar ik wilde jullie bedanken, want zonder jullie had ik er ook niet zo uitgezien. Snap ik bedoel? Dank voor wat hoort wat, hè? Het is een wisselwerking. We worden helemaal warm van binnen. Maar, het geldt voor mij hetzelfde. Nee, super ik voel me al fantastisch om op te gaan, dat begrijp je wel. Nou, dat was de bedoeling, toch? Ja. Dat is zeker de bedoeling. Ja. Deze doen we daar. Nou, maar ik kon niet door die deur. Ja, ik ben blij, Prinsie, jij? Ik ben blij, man. Ja, we zijn echt dik tevreden. Wat een mooie ervaring was. Dit is een super team. Ik noem het de Glam Team. Glam Squad. Glam Squad. We came and did our thing. Yes, you did! We hebben gekeken en tot snel. Tot snel.
wist dat de show is fenomenaal. Als je er nog nooit live hebt gezien, moet je echt gaan kijken. Ik ga nu backstage, we dadelijk heel snel omgekleed. Ik ga er gewoon een beetje botten. Princey gaat de haar fatsoeneren. En jullie kijken mee. Kom even mee. Princey staat er klaar voor haar. Verschrikkelijk. Jongens, dank jullie wel, man. Zit je erop? Het zit erop. Nee. Dat was het. Ja? Kan ik jullie niet mee op tour nemen? Zo. Maak me blij, maak me blij. Hier, maak me blij, maak me blij. Want dit, hier ga je aan wennen natuurlijk. Dat geweldig, man. Zo, dit wel een beetje. Ik zeg al net tegen hem. Hey, Dakota is mijn vriendin niet echt. Dit is niet... echt waar. Dit was echt geweldig. Wow. Echt een goede show. En je stem, hij staat er echt. Nee, maar sommige mensen je moet nog zoeken, toch? Je moet nog zoeken. Nee, joh, maar oh my want het God. Geluid zo dik was gaan doen. Oh, hoorder. Ik moet zoeken, ik moet zoeken. Zomaar bescheiden doen. Really, this true talk. En die jurken ook. Dit was echt ziek. Ja, man. En die jurken, bam, bam, bam. Spiegeltjes, glitters. Hey, geweldig. Je langs dat ding, ene jurk aan andere, ik hoor hem. Maar kon, joh. Heerlijk, nee. Heel mooi. Oh, wat leuk. Dat het gelukt is. Kijk. Maar je bent hem er nu wel af aan het zweten, hoor. Je echt, hè? Zo. Komt door dit, hè? Werk. Nu ga ik het dicht doen, man. Ja, net toen ik dicht moest, een beetje dit. En nu ga ik naar huis en dan doe je het dicht. Ja. Oh, mijn God. Bizar. Goed. Echt bizar. Lekker, hoor. Hoe je het doet? Jullie zijn echt zo. Elvis. Dit zijn de heren die het hebben gedaan. Voor de eerste keer. Goeie, hè? Dit is die stiekem zanger. Zo, jouw stem. Ja, man, dit is die stiekem zanger. Thanks, man. Thanks, man. Hey, guys. Fantastisch. De drummer. Weet je. Eerst proosten. Appelsappen. Lekker, was lekker. Voor de eerste keer. Oh, wow. Bizar. Oh, wow. Thank you. Dankjewel. Heerlijk. Guys, gaan we allemaal een glas? Yeah. Wow. Mr. Stevens. Well, Miss J. Emeltje. Thank you so much. Ja, natuurlijk. Het team. De harde werkers. Proost, jongens, op een succes. Hey. Lekker gewerkt, jongens. Wow. Yes! Yo. Oh mijn god! Het zit erop, man. Ja, de show zit erop. Rutjakot, daar waren we. Een theatervoorstelling van haar, de try-outs hier in Beverwijk. En wat een powervrouw is dit, hè? Nee. Oh mijn god, wat een vrouw. Ze zingt fenomenaal. De stage presence is fenomenaal. Al met al was het echt puur genieten. Prins en ik. Geweldig. Ja, precies. De jurk geweldig. Prins en ik hebben ook genoten hier van alle hectiek. En alle spanningen en alle mooie momenten backstage. En de mooie momenten vanuit de zaal. Samen met Roderick natuurlijk. Het was echt niet normaal goed. Ik wist dat ze goed was, maar ik had het niet op. Ja, ik ook niet. Ja, Ik had zoiets van, het is een legend toch? Een soort van old legend. Ja, precies. Maar nee, ze is nog lang niet uitgeteld. Nee, en oud is ze ook niet. Zeker niet. Als je een liefhebber bent van muziek. En you support your locals, dan moet je echt gaan checken als ze bij jou in de buurt is. Want dit is echt het bekijken waard. Het is ieder dubbeltje is het waard. Zeker. Oh mijn god, wij gaan hier afronden. We ronden mijn vlog hierbij ook af natuurlijk. het was een fenomenale avond was het. En jullie ook daar die nu meekijken op Facebook. Jullie gaan ook zeker genieten van mijn vlog. Dan zie je natuurlijk alles dat je wilt zien en dat je kan zien. En... bedankt voor het kijken, nu ook weer. En tot snel. Prinsie en ik gaan hier opruimen.
PJ Snatch That voor geweldig haar. Zeg ik dat goed? Je zegt dat goed, man. Toch? En je weet het. Brushstroke Beauty, Your Mua voor jouw make-up. We gaan. Doei doei.